Het is nog vroeg. De eerste mannen arriveren op de duikstek. Maar het zijn niet zomaar twee mannen. Er is hier meer aan de hand. Het blijkt dat ze elkaar kennen. René! Marco. Hey broertje. Wat doe jij nou hier? Sinds wanneer duik je ook ineens? Nou, ik duik niet alleen, maar film ook. En ik doe ook nog eens mee aan de wedstrijd. Nou, dat is geweldig, maar ik ga zo duiken. Dus laat me verder met mijn rust, oké? Meer dan 10 jaar elkaar niet gezien en dan blijken ze dezelfde hobby te hebben. Na alle plagerijen van vroeger vraagt René zich af wat Marco nu weer van plan is. Wil hij serieus meedoen of wil hij alleen de boel dwarsbomen? Eén ding is wel duidelijk nu. De game is om. Nog verbaasd over de ontmoeting van net, maakt René zich toch klaar om te gaan filmen. Gelukkig kan hij onder water alles even vergeten. Het is nu genieten voor hem, terwijl hij alles probeert vast te leggen. Het filmen geeft voor hem toch die extra dimensie. Je gaat anders kijken onder water, op jacht naar detail. Daardoor worden de duiken vaak ook langer, omdat je bezig bent. Maar terwijl René geconcentreerd bezig is, moet hij toch af en toe aan broer Marco denken. Is hij werkelijk ook zo geïnteresseerd in duiken en filmen? René is wel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Maar nu eerst nog lekker even filmen. Onderwerpen genoeg. En wat een variatie in de Zeeuwse wateren. Anderhalf uur onder water en heel wat film is het weer mooi geweest. René maakt nog een laatste shot voordat hij de duik beëindigt. Hij lijkt tevreden. En? Hoe is het gegaan? Wil je het echt weten? Ja. Ik denk wel goed gelukt, ja. Ja, het blijft toch je broer.